Koningsdag. Het is nu 6 uur in de ochtend. En als wij in het centrum van Veendam kijken, zijn er mensen al druk bezig met de opbouw van hun markt. Wij gaan even een rondje kijken wat we allemaal tegenkomen. Goedemorgen. Goedemorgen. En al lang wakker? Nou, ik nog niet zo lang. Ik heb eerst mijn vriend op stap gestuurd, maar nu... Hey, je hebt me slim mee. Je vriend op pad sturen en dan heb je nog een uurtje, zelf nog een uurtje slapen en dan deze kant op. Ja, precies. Dus, en wat verwacht je vandaag hier zo? Ja, ik hoop een beetje van mijn spulletjes af te komen, maar we gaan het zien. Ja. Heb je ervaring mee met zulke, om zulke dingen te doen? Of nee, het is de eerste keer. Nou, ga een gokje wagen. Nou, je gaat me verder spul klaarzetten, want je hebt nogal wat. Ja, precies. Dan gaan we zo kijken hoe het met de rest gaat. Helemaal goed. Hey, veel plezier, hè? Ja. Dag, dames. Goedemorgen. Goedemorgen. Je ziet er wel erg men uit, als ik er zo bij kijk. Ik heb een uurtje geslapen. Ik ook, anderhalf uur. Hier geslapen? Of thuis? Nee, thuis. We waren hier vanmorgen om 4 uur. Ah, en... vorig jaar waren jullie hier ook? Nee, toen waren we niet. 2 jaar geleden. 2 jaar geleden. Ja, vorig jaar was het weer zo slecht. Ja. Dus je dacht, nu moet het wezen. Nou wil ik eens een keer mijn spul kwijt. Ja hoor, ik hoop... Zolder opruimen. Dus we hopen dat we wat verkopen. Ja. Dus, vast en zeker wel was. En anders dan hebben we gewoon een leuke dag, denk ik. Ja, dus, gezellige dag. En als je het niet mee wil hebben, eind van de dag kun je naar een hele grote container lopen, hè? Jezus. Nou, ik neem het. Weet je niet? Nee. Bij de grote kerk staat een container, kun je de rest spullen kun je dan dumpen. Oké, nee, dat wist ik niet. Ik denk dat ik het wel mee neem. Ja, want dat is wel leuk. Ja. Die beertjes en zo. Leuk daarom. En het pakketje. Ja. Ja. Nou. Ik zelf even bedaagd. Ja. Daarom. Nou, we gaan even verder. En ik probeer ook weer een beetje wakker te worden. Want doe maar. Het is maar vroeg, hè? Daarom. Goedemorgen. Volgens mij heb je een hele belangrijke taak vandaag hier, Joost. Ja, nou, vannacht heb ik veel mensen een beetje wegwijzer gemaakt, inderdaad. Maar verder ging het redelijk rustig af vandaag. Oké, okay, en het begint nou echt een beetje te lopen, niet? Ja, het wordt nu inderdaad wel wat drukker, inderdaad. Ja, mensen stromen binnen en wordt lekker druk zo. Ja, we gaan nog even verder kijken, want je ziet iedereen bezig hier. Is goed. Ja, oké. Gerard, doe dat niet, jongens. Daar staat die spiegel kapot. Denk je dat nou echt? Echt waar. Nou, dan stoppen we maar. Goedemorgen, vorig jaar was jij hier ook. Ja, dat klopt. En jij bent hier voor de veiligheid, hè? Kun je nog eens even kort en krachtig vertellen waarom de brandweer hier is voor de veiligheid? Jazeker. Wij vinden het heel belangrijk dat je ook overdag, op elk moment eigenlijk, met hulpvoertuigen bij alle stands, in alle zijstraten zou moeten kunnen komen. En daarom proberen wij ook tijdens het opbouwen al erop te letten dat de nodige ruimte vrij wordt gehouden. En als je de mensen erop aanspreekt, dan begrijpt iedereen dat ook wel. Want iedereen wil natuurlijk ook dat als met hem iets gebeurt, dat daar ook een hulpvoertuig kan komen. Maar goed, in de ijver van het gevecht, wil het nog wel eens gebeuren dat straten vol zitten. Dus nou, daar zien wij een beetje op toe en tot nu toe gaat het goed. En was je op tijd hier of? Ik was, dit jaar mocht ik uitslapen van, ik was hier om 3 uur. Afgelopen jaar was ik hier om 12, dus was op tijd, ja. Michael, hij mocht 3 uur uitslapen. En waarom mocht hij 3 uur langer slapen? Ja, omdat we toch steeds meer merken dat mensen steeds weer een uurtje later gaan komen. En dan kan ik hem om 12 uur wel laten komen, er is niks te doen. Nee. En wij zijn hier wel van 4 uur gistermiddag tot vanavond 8 uur, dus dat gaat prima. Heb je ook een idee dat het nou wat rustiger is omdat straks de koninklijke familie in Groningen komt? Of zeg je nee? Nee, vooralsnog merk ik daar nog niks van. Wat je wel merkt is dat mensen steeds later komen omdat het goed georganiseerd is. En mensen weten dat er is gewoon plek. Oké, okay, ja, dat valt mij ook op dat er nou het spul een beetje opgebouwd wordt. Ja. En toch zie je mensen, vooral
maakgroep daar, die op tijd die zijn, hè, om 4 uur zag ik al een paar Duitse bussen staan. Ja. Gistermiddag om 4 uur zijn de eerste maakgrooplui aangekomen uit Duitsland. Die zijn er elk jaar, die komen hier al jaren. Daar zijn we ook heel blij mee dat ze komen. En die krijgen ook altijd een mooie plek van ons. Oké, okay. Wij gaan nog even verder kijken. Veel plezier. Ja, bedankt hoor. Lekker weer, hè? Lekker warm en zo. Ja, lekker weer inderdaad. Een mooie dag vandaag. Ja, volgens mij meen je er niks van dat het lekker warm is. Ik zit hier niet voor niks, hè, met handschoenen aan. Ja, dus, en, wat denk je? Hoe wordt het daar? Ja, dat ligt eraan. Als niet iedereen naar Groningen gaat, dan komt het hier wel goed, denk ik. En dan meer dan de helft weg? Nou, daar doen we het voor. Nou, ik wens je succes. Nou, bedankt. En wie weet kom ik vanmiddag nog wel even kijken. Is goed, ik wens jullie ook succes vandaag. Alleen kijken, hè? Het is toch prachtig weer met Koningsdag hier in Veendam. Lekker zwembroekje aan, beetje drinken erbij. Wat wil je nog meer? Als je gaat samenwonen, dan heb je wel een spulletje over. Daar komt dat van. Is deze auto te koop? Deze auto is niet te koop. Ik heb hem zelf in elkaar geschroefd, dus die is niet te koop. Hoe oud is deze auto? 1982. 1982. Ja. Maar het is een heel opvallende auto, want ik zag het eindje. Ja. We hebben Rob Mulder tegenwoordig, van die benoemd weggegaan is. Want die heeft iets met eentjes, want die rijden in een eentje. Ja, maar dit is, dit is een Renault 5 toch, of niet? Renault 4. Renault 4? Ja. Zo, ja, ik ga je in mijn deskundigheid. Maar er valt mij nog wat op. Er staan allemaal nummers op die auto. Ja. Wat kunt u me daarover vertellen? Wij hebben in de... Mijn man was chauffeur, of was chauffeur. Hij is nu 65, dus hij is niet meer chauffeur. En wij hebben de afgelopen... Nou, 25 jaar, iedere keer als wij ergens waren, altijd nummertjes opgeschreven. Van de Renault 4? Van Renault 4, die we in Italië overal tegenkwamen. En die had ik op papier, zo'n 300. En toen zei ik, ja, wat moet je ermee? En toen, ik heb mijn auto toch altijd kleur, kleur, kleur. Dus toen zeg ik, 1 groene kant en die vond ik eigenlijk helemaal niet mooi. Dus toen ben ik allemaal... Kijk, de motorkap is ook beschilderd, hè? Ik weet niet of je dat al gezien hebt. Maar... Ik heb hem zelf niet gezien, maar hij heeft er al zeker al. Ja, dat is een stuk uit mijn lievelingsboek van Agatha Christie. Okay. En dat heb ik in 1997, toen ik mijn eerste Renault kreeg, heb ik dat erop geschilderd. In de kamer, iedere dag een regeltje. En toen ik deze auto in elkaar draaide, ik zei, nou dan moet die motorkap er weer op. Dus vandaar, dat is het verhaal van Flipje. Ah. En Flip, hij heet dus Flipje, omdat hij origineel dus uit Tiel kwam. Ah. En dat hij, toen was hij blauw-wit en toen werkte hij bij de stomerij in Tiel. Die hadden 2 en dus vandaar dat het Flipje gebleven is. Ja, leuk. En ik heb er ook het boekje bij, hoe Flipje geboren werd. Wil je me zo open doen? Ja. En dat laatste stukje. Oh ja, zomervee begon te lachen. Veeg je tranen maar gauw af. Ik zal iets heel moois van hem maken. Kijk, met deze toverstaf. Even raakte zij de prachtvrucht met haar gouden stafje aan. Kijk, zei zomervee. Hier zie je nu Tiels Flipje voor je staan. Hier op het lekkerste plekje van Veendam, bij Kielman. En ik zie Koningsrit, 27 april 2018. Ja, dat is van de MTC Veendam en omstreken, de Motor Tour Club Veendam en omstreken. Wij hebben een aantal toertochten per jaar en één tocht, daarvan doen we de opbrengst voor de zogenaamde Beroem Beroemrit. Die organiseren wij 1 keer per jaar voor de vriendschapskring. Ja. Starten we bij Mulder Motoren en dan gaan wij op pad met mensen met een beperking. Maar nu is Koningsmarkt en jullie staan hier. Ja. En met hoeveel motoren gaan jullie vandaag vertrekken? Dat is heel afhankelijk van het weer. Soms als het 's morgens regent, dan zijn we met man of 18.
En soms zijn we wel met 20, soms met 30. Dat is heel verschillend. Hoeveelste jaar is dat dat jullie Koningsdag dit doen? Het is eigenlijk al traditie van de MTC. Ik denk vanaf het begin zo'n beetje. Dus in principe heeft hij dan twee toerritten eigenlijk? Ja, de Koningsrit is gewoon onze traditie en de toeterrit is voor de oude motoren. Klopt. En hoe laat vertrekken jullie? Half elf. Inschrijven vanaf 9:30 tot 10:30 hier bij Kielman. En vanaf 9:30 is vertrek. Zijn er groepjes die gezamenlijk rijden die vaker willen. Of eerder weg willen. Die gaan gewoon op eigen gelegenheid. Dus het is niet zo dat wij in één lange sliet gaan rijden. Dat is ook niet, verstandig. Dus het is iedereen gewoon een beetje zelfstandig? Ja. Ja. Dus, en na die tijd verzamelen jullie hier weer of even in een ander verzamelpunt? Bij volgens mij stoppen we in Gasselten. Ja. Gasselten. Ja. En dan gaat iedereen weer zijn eigen weg naar huis doen. Ja, klopt. En onderweg hebben we wat pauzepunten, daar kon je elkaar weer tegen. Dus dat is altijd wel gezellig, een beetje slabouwhoeren onderling enzovoort. Dat is altijd leuk. Okay. Ja. We weten genoeg en ik wens je een leuke dag. Dankjewel. Oké, okay, bedankt hè. Jo, hè. Hoi. Hoi. Nou, bijna 10:00 en Veendam begint al lekker vol te stromen. En loopt u maar mee, dan laten we u zien. Dat er toch mensen met komen. Heerlijk ontspannen. En ik vind het geweldig dat er zoveel volk komt. Want je ziet dan dat nou voor de eerste keer. Ja. En als er dan niks komt, dan is dat overweld voor de organisator. Ja. Dus ik vind het super. Maar ik neem ook aan dat je blij bent dat de toeterrit toch een deurgang kan. Je moet wel een breken. Ik vind het grandioos. Echt hoor. Ik vind het schitterend. En je rijdt zelf ook met? Ik rijd nou zelf ook met. Lekker ontspannen. Daar ga je zeuken over. Ik loop me verrijden. Dames en heren, een hele goede morgen hier bij Café de Toeter. Het is een hele bijzondere editie. Vorig jaar hadden we al een bijzondere editie, dat was de 25e keer. Maar deze keer is misschien nog wel belangrijker, want het is niet alleen de 26e keer, maar ook de eerste keer dat de organisatie is in handen van de stichting Bokdijk. En ik moet daar even een paar mensen voor noemen en misschien wel bedanken. En dat zijn uiteraard Sina Koning en Bijka die het initiatief hier hebben genomen om het dit jaar te gaan organiseren. En dat doen ze niet alleen, want dan heb ik ook Daan van de Week als verkeersbegeleider. Gerard Martens, die de route heeft uitgezet. Henk Koning, waar is die gebleven? Bij het geluid, die de nodige ondersteuning verleent. En uiteraard ook Jannie Tuin van Café de Toeter, van wie jullie allemaal zo'n prachtig glas hebben gekregen. Ik mag jullie dan zo langzamerhand verzoeken om de motoren te starten, want we gaan jullie wegtoeteren. Ik wens jullie allemaal een hele fijne dag en een prachtige toeterrit door ons prachtige Groningenland. Geniet ervan en tot vanmiddag. Micro de deur.
accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone, for the times they are a-changing. Mickey Mouse ging vissen vangen, bleef met zijn mond aan de hengel hangen. Mickey Mouse zei au, 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 en zijn mond was rood. Oh, er zijn wel echt reuze aardbeien. Ja, ze zijn prachtig, hè? Ja. Echt super kwaliteit. Lekker zoet ook. Ja. Hoe kom je er wel aan? Van de kweker. Van de kweker? Ja, precies. Kweker in Limburg en die heeft deze aardbeien. Nee, maar dit is toch, is dat nou uniek dat die aardbeien zo groot zijn? Als, is, ja, ik ben geen kenner, ja, je bent groenteman, je hebt er wel meer verstand van. Dus. Nee, dit is echt wel uniek. Dit is echt, kwekers en je hebt kwekers. En deze kweker heeft gewoon heel veel ambacht in zich en die krijgt ze zo. Ja. Dat doet niet iedere kweker. En jij hebt ook dan gedacht, nou, god, als die mensen toch niet dat willen kopen, maar ze houden meer van plantjes. Ja, als ze denken, ik kan het beter, dan kunnen ze het plantje nemen. Ja. Dan kunnen ze zelf aan de gang. Ja. En dat is van dezelfde kweker of niet? Dat is van dezelfde kweker, ja, klopt. Die heeft ook stekjes en die verkoopt hij dan als plant. Oh, geweldig. Dat doen we ook al een aantal jaren. En, nou, hartstikke leuk om een cadeau te geven of om een cadeau te krijgen, natuurlijk. Nou ja, ik neem toch aan dat het eind van de dag spoor weer is, of niet? Ik ga er wel vanuit, maar ik moet nog wel even zijn best doen. Oké. Maar het lukt het wel. Okay. Ja, dat komt goed. Nou, dan wens ik jou veel sterkte met daar buiten bekopen. En dan kom ik om 4 uur wel in kijken als ze al komen weg zijn. Lijkt me hartstikke goed. Ja, en alles wat overblijft mag jij opeten. Ja, tuurlijk. Ja, tot je er beroep bij bent. Ja, dat komt wel. Nou, zo zijn we live getuigen hier in Veendam van de toeterrit die dit jaar in de handen is van Bokdijk. Natuurlijk wel samen met Lenus en Alida geregeld. 94 motoren van voor 78 die meedoen aan deze tocht. En je hoort het wel, het is een gigantisch mooi geluid op de achtergrond. In de meeste uiteenlopende modellen en merken. De oude Nimbus. En als je denkt dit is het, dan komt er nog veel meer. En mensen zijn hier mooi in afwachting, gezellig op het plein bij voor de toeter. Met een hapje en een drankje om de mensen te verwelkomen. En zoals je hoort, een Norton, een BSA, een Honda. Alle merken zijn vertegenwoordigd, BMW natuurlijk. Nou, we staan hier met Lenus. Ik zie een dikke glimlach op je gezicht. Volgens mij was het leuk. Ja, het was hartstikke leuk. Ja. Je hebt nou zelf meegereden, hè? Ja. Heel lekker ontspannen. Ja. Ja. Ik heb nergens op denken dat te hard of te langzaam, maar wat dan ook. Nee, geweldig. Dus een mooie rit, goed weer. Mooi weer. Ja. We hebben de laatste 2 uur even heel slecht weer gehad. En het was nou grandioos. Ja. Ben ik heel slim blij om. Ja. Maar de nieuwe organisatie die moet ook een hoop leden hebben. Ja. Deelnemers hebben. Ja. En dat is op deze manier is dat gelukt. En anders dan ga je te gauw in de vergeetsel leiden. Ja. Dan denk je, oh, zoet, rit, ja, dat bestaat niet meer. Hè? Ja, maar altijd voor mensen weten niet tapetje, hè? Ja. Ja. Ja, maar dat, het moet ook bij de deelnemers moet het ook bekend weten. Hè? Ja. Kijk, omdat wie verleden nieuw stap bent en in de eerste instantie geen afvolgers werd. Ja. Dus ik, nou, dan ben de mensen, vooral als ze wat verder weg wonen, van, oh, zoet, rit. Dat ging over, ja. En nou is het mooi weer, dus mensen komen erop af. Ik kreeg direct bekendheid, ik ben er hartstikke blij mee. Ja, vaart ze op de deelnemers, begreep ik. Ja. Maar eerst dat vaart niet de hurren, maar er zal ook wel wat begeleiding bij wezen en zo. Ja, en we hebben natuurlijk daar die orkest die stond, dus dat valt er niet meer om als goud te verstaan. Ja. Worden stap meerderheden? Opnieuw niet, van 1940. Is dat ook doelstap? Nee. Nee. Nee, er was nog een herlie van 1918. Oké. En er was nog een magnaat erboven van 1928. Oh,
Dus dat voor mij was een jonkie. Dus, ik had nog wel een ander die ik tegenkwam onderweg. Maar ik, nou, ik zal in mijn interviewtje daar niet. Hij zei, de toeter, hè? Hij zei, maar kun je zomaar niet toeten? Waarom is de toeter, hè? Nou, we hebben een toeter, hè, omdat we dus in het begin ook met de olemotoren. Die magnaten bonen en die herlie ook. Die hebben dus zo'n baltoeter, hè? Ja, ja. Dus, nou, je houdt één café de toeter. Dat zou ik ook nooit even heten, hè? Nee, nee. Dus, we zijn in 1933, daar ben we door met begonnen. Ja. Alida en ik in Nachtenstel. En de jong die was gauw op de hoogte met het kroegleven hier in VNM. Ja. Dus even naar die staat met de toeter. Ja, ja, dus, ja. Ja. Heb jij nog met de toeter ook al belangrijk? Ja, ja. Ja. Ik kan eigenlijk laat maar zeggen, dikke pluim voor de organisatie. Ja. En ja, er is, maar ze gaat ook een keer naar reed met te her en dan reed met te lang zo. Dat gebeurt altijd. Er zijn altijd mensen die weer. Die liggen op elk slekje zo. Ja, dat is nou een keer. Het zit een beetje in het mees. Ja. Dat geeft ook niks. Maar ja, het is geweldig. Hoeveel jaar gaan we nog verder? Wat mij betreft, maar ze nog jongen nu gewoon. Nou, wie gaan er gaan we gewoon voor, denk ik. Ja, vind ik ook. Ja. Mijn zegen hebben ze. Nou, dus met Bijka en met Sina en met Gerard aan de organisatie. Ja. En in overleg met jullie natuurlijk, met die en met de Alida. Ja, die is wel fijn hoor. Ja. Met die psych van Polemon hebben ze wel gauw de filmpje gekregen. Ja, en dus jullie zijn precies de lengste al een beetje bij betrokken natuurlijk. Ja. Al is het al in Haart, Haart en Ieden. Ja. Ja. Nou, bedankt voor het gesprek. Recht, en succes voor de volgende jaar. Ja. Oké. Nou, dit was even live vanaf de toeterrit in Veendam 2018. Zoals te zien, een gezellige nazit. Iedereen is nog even een drankje aan het doen hier. Nog even kletsen, even de motoren bekijken. Bedankt voor uw aandacht. Graag tot de volgende.